The subject of today's discussion, of course, is Isaiah chapter 5. Vanavond gaan we Jesaja hoofdstuk 5 behandelen. Isaiah chapter 5 is complex. It has a number of components of which it is composed. En Jesaja 5 is best wel een complex hoofdstuk, want het bevat verschillende elementen die van belang zijn. I don't know if we're going to be able to discuss all the components, but at least let's get a sense of the structure of the chapter. En we weten niet of we helemaal alle goede dingen kunnen bespreken, alle belangrijke dingen, maar we gaan toch wel een setting neerzetten, zodat er een duidelijkheid uitkomt. So with that we begin. Zo laten we beginnen. In verse 1, the prophet introduces what is, of course, a parable. En in vers 1 van hoofdstuk 5 zien we dan dat de profeet het introduceert als een parallel. Let me sing of my well-beloved, a song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful field. Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. And there's a very detailed description of how my beloved cared for his vineyard. En hier wordt heel mooi neergezet hoe de geliefde zingt over de wijngaard. And of course, what is most important is what my beloved wanted, what he had hoped from the vineyard, that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes, inedible grapes. En we zien dan ook in vers 2 staan de hoop die hierin verwacht ligt, want de zang bevat iets van een verwachting, van een hoop. En dat staat er ook in vers 2, het tweede gedeelte van dit vers. Goede vruchten of goede druiven zou het voorbracht. Daar was de hoop op. And what follows, verse 3, and now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, I pray you, between me and my vineyard. En dan verandert de toon vanaf vers 3. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Verse 4, what could have been done more to my vineyard? Dan vers 4, wat was er nog aan mijn wijngaard te doen wat ik er niet aan gedaan heb? And since I've already done all that I can, in verse 5, we read of the retribution against the vineyard. En in vers 5 staat dan het gevolg. Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Het gevolg van de hoop die niet uitkomt. And of course, in verse 7, we read the meaning of the parable. For the vineyard of the God of hosts is the house of Israel. En dan zien we verder staan waar vooral vers 7. Wat het onderwerp is, de wijngaard van de Heere des Heerscharen is het huis Israëls en de mannen van Juda. So with this, of course, the chapter begins. And what follows afterward are 6 passages. Zoals het hoofdstuk begint, dus over de wijngaard, en dan vanaf vers 8 valt er een verschillend gevolg. Bij ons in het hoofdstuk, in mijn Bijbel, staat dan de zesvoudige W. Each one begins with woe, in the Hebrew poi. En elke uitkomst, zeg maar, begint dan met een W. En in het Hebreeuws is dat toi. We'll, I hope, have more of an opportunity to discuss each of these woes, respectively. En we hopen ook deze verschillende weeën, die 6 weeën, ook te bespreken. In brief, the first pertains to
the wealthy who are seizing the land of the poor. En de eerste W gaat eigenlijk over de rijken die dan inderdaad hun eigen voorraden ten nadele van de armen. And because of that, the punishment will be that the land will be desolate. En de straf die hierop volgt is dat het land verlaten zal zijn, woestenij. The second, woe regarding those who spend all of their time pursuing wine and intoxicating drinks. De volgende W slaat op hen die bedwelmende drank drinken. Dat staat dan in vers 11. And the punishment, as the prophet recounts it in the continuation, is therefore my people are gone into exile for want of knowledge. En de straf die daarop volgt, is dat het volk in ballingschap zal gaan door een gebrek aan kennis. Dat lezen we in vers 13. The third woe is unto those who draw iniquity with cords of vanity and sin with a cart rope. De volgende wee, aanklacht zeg maar, staat in vers 18. Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw. Meaning those who are deliberately. Dus daar gaat, worse and worse. Daar gaat het dus over mensen die het steeds erger en erger maken met hun eigen ongerechtigheid. And they also mock the words of the prophet. That is pretending, oh, let the punishments come. Implying, of course, they don't believe in them. En het vervolg hier is dat de profeet ook uitspreekt dat het rechtsbesluit of het raadsbesluit, de gerechtigheid van de Heer God, maar snel mag komen om hier een einde aan te maken, zeg maar. The fourth woe is altogether those who call evil good and good evil, who pervert what is right versus what is wrong. En de volgende W aan klacht staat in vers 20. Dat is diegenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. The fifth. Those who are wise in their own eyes. De volgende aanklacht gaat, en dat zien we in vers 21. Dat gaat over diegenen die wijs zijn in eigen ogen. And the sixth, surprisingly, returns to an earlier theme. Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle intoxicating drinks. En de volgende wehen, die lijkt op de tweede die genoemd is, dat gaat er over mensen die zich bedrinken aan wijn en feest vieren. And there is of course an additional specific focus that in a way brings us back to the first woe, which was social injustice. Here too, they justify the wicked for a reward and take away the righteousness of the righteous from them. Het gevolg hiervan, van vers 22, dat staat in vers 23, maar dat grijpt eigenlijk terug op de eerste W die besproken is, dat doordat zij dus wijn drinken en bedwelmende sterke drank, wordt juist het recht teniet gedaan. En daar volgt dus inderdaad dus ook weer een straf op, maar dat lijkt dus op de eerste week die genoemd is, dat het recht niet recht gedaan wordt. So one notes that with the themes that are in the sixth woe, there's a kind of closing of a circle or completion of a frame, because the sixth woe combines two aspects. One, the wine and strong drink, the other, the social injustice, which were in reverse order, the first two woes. En het lijkt, als je dit zo allemaal een beetje ziet, lijkt het net een framework of een cirkel. Al die weeën komen dus weer bij de eerste terug. De laatste lijkt zich aan te sluiten. Bij de eerste gaat het weer over sterke drank drinken. En zo ook leven, zeg maar, daarnaast. En wat sociale onrecht tot gevolg heeft. En daarmee is de cirkel weer rond.
nor follows. From verse 24 and on, pure devastation. En wat hierna volgt, door de Heer God zelf gesproken, zien we vanaf vers 24 tot het einde van het hoofdstuk. A way of summarizing. This verse 24, which introduces this final section, therefore as the tongue of fire devours the stubble, and as the chaff is consumed in the flames, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go out as dust, because, this is the summation of the cry, they have rejected the Torah, the teaching of the God of hosts, and contempt the word of the Holy One of Israel. Vers 24 lezen wij dan, daarom zal, zoals een vuurtong stoppelend verteert en brandend stro ineenzinkt, hun wortel als molen worden en hun bloesem als stof opstuigen. Omdat, juist dat omdat is dus erg belangrijk, omdat zij de wet of de onderwijzing van de Heere God, dat kun je beter dus vertalen als onderwijzing, omdat zij de onderwijzing van de Heere der Israëlen verworpen en het woord van de Heilige Israëls hebben versmaad. And the culmination in the final verse of the chapter, beginning in verse 26, is bringing the enemy against Israel and the utter destruction and exile that will result. En het gevolg hiervan, als God zijn toorn laat gaan, zeg maar, zien we van vers 25, dat het land verlaten zal worden, dat er een verbanning volgt en dat er veel ellende komt door de Heere God zelf, doordat hij zijn toorn uitlaat over zijn volk. But I'd like now to return to the beginning. Maar we gaan eerst even terug naar het begin. The parable of God's vineyard. En dat is dat parabel die daar wordt gesproken over Gods wijngaard, wat daarmee bedoelt. Why vineyard? Waarom wordt er juist gesproken over een wijngaard? Now there is of course a very obvious answer to this question. And while it is obvious, it's also on some level undoubtedly true. En natuurlijk is dat een antwoord en dat antwoord wordt ook zo gegeven en het is natuurlijk ook waar, maar... And that is that in an agrarian society, people were farmers. They had vineyards. It was a parable to which people could very readily relate. En de eerste uitleg zou kunnen zijn dat juist omdat... de mensen in een agrarische samenleving woonden en leefden, kunnen ze zich heel makkelijk hiermee vereenvoudigen en zichzelf daarin terugvinden. Now again, on the one hand, that is undoubtedly true. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook zeker waar. And it also helps us to understand additional passages in the Bible in which Israel is also likened to a vineyard. En ook in andere delen van de Bijbel wordt gesproken inderdaad over de wijngaard en ook Israël wordt hiermee bedoeld. To consider in brief a few examples. We gaan even kort naar een paar voorbeelden hiervan kijken. In Jeremiah chapter 2 in verse 21. Het eerste voorbeeld staat in Jeremia 2 vers 21. Yet I had planted you, God says to Israel, a noble vine, holy, a right seed. How then are you turned into the degenerate plant of a strange vine unto me? Jeremia 2 vers 21. Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad. Doch hoe zijt gij mij veranderd in wilde ruiken van een vreemde wingerd? These words, of course, are rebuke. And in Jeremiah chapter 6, verse 9, we read the parable of the vine in punishment.
thus says the God of hosts, they shall thoroughly glean as a vine the remnant of Israel. That means taking off all the fruit. Turn again your hand as a grape gatherer upon the shoots, taking away everything. En het volgende voorbeeld was gegeven in Jeremia 6, vers 9. Zo zegt de Heere der Scharen, lees het overbrengsel van Israël als een wijnstok na. Keer uw hand als een wijngaardenier tot de ranken. In a sort of similar sense, in Ezekiel chapter 15, beginning of the chapter, we read likewise the description that is intended to be a parable, specifically for Jerusalem. En in Ezekiel 15, vers 2, zien we ook weer hetzelfde ongeveer beschreven. En kun je dus ook eigenlijk uit de tekst, uit deze zin ook opmaken, dat het over Israël gaat of Jeruzalem. The word of God begins here in verse 2. Son of man, what is the vine tree more than any tree, the vine branch which grew up among the trees of the forest? Het woord des Heeren kwam tot mij, mensenkind. Wat heeft het hout van de wijnstok voor op alle andere ranken dragend hout tussen de bomen van het woud? And of course, as any farmer, any vintner will immediately be able to say, the wood of the vine is practically worthless. Shall wood be taken thereof to make any work, or will men take a pin of it to hang any vessel thereof? En dan verder lezen we het antwoord op deze vraag in vers 3. Neemt men daarvan hout om dat tot iets te verwerken, of maakt men daarvan een pin om er van alles aan op te hangen? All the wood of the vine can be used to do is use it as fuel for fire. En het antwoord zie, het wordt als voedsel aan het vuur gegeven. Al het hout, zeg maar, wordt als voedsel voor het vuur gegeven. Verse 6. God says, as the vine tree among the trees of the forest, which I have given the fire for fuel, so do I give the inhabitants of Jerusalem. Vers 6. Daarom zegt de Heere, Heere, zoals ik onder het geboomte van het woud het hout van de wijnstok tot voedsel aan het vuur gegeven heb, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. One additional passage in which the parable to the vine is specially graphic and detailed, and perhaps it is the most famous passage in the Bible that likens Israel to a vine, is Psalm 80. Maar de vergelijking met een wijngaard of met druiven het meeste en het uitdrukkelijkst naar voren komt, is Psalm 80. In verse 9, you plucked up a vine out of Egypt. You did drive out the nations and did plant it. Vers 9 van Psalm 80. Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven en hem geplant. And here, much as in Isaiah chapter 5, we read of how God tends to this vine, and it grows, and it grows. En verder zien we nou vooral in vers 10 ook staan. Gij hebt de grond van hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Dus hier zie je dus heel nadrukkelijk, zoals ook in Jesaja in het eerste vers werd benoemd, en het eerste stuk van het hoofdstuk, hoe God de wijngaard heeft verzorgd. En dan in vers 13. Why have you broken down the fences, so that all they that pass by the way flutter? Vers 13. Waarom hebt gij de muren doorgebroken, zodat ieder die langs de weg voorbij gaat ervan plukt? En de psalmist pleads with God. Verse 15. O God of hosts, return, we beseech you. Look from heaven and behold, and be mindful of this vine.
Vers 15. O God, der Heerscharen, keert op weder, aanschouw uit de hemel en zie en sla acht op deze wijnstok. So once again, we see here the progression. That is, the vine, God tends to it, cultivates it, and the vine isn't faithful, and the vine is forsaken. En hier zie je dus een hele opbouw, als je dit allemaal naast elkaar zet, hoe God dus inderdaad voor de wijngaard zorgt, maar ook wat het gevolg is, en dat het in feite een nutteloze wijngaard lijkt te zijn. And of course the psalm concludes with a prayer, which it repeatedly was suffused over the course of the psalm, O Lord God of hosts, restore us. Cause your face to shine and we shall be saved. En deze psalm eindigt dan ook met een gebed. Heere, God de Heerscharen, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Now again, returning to the point that I made earlier, all of these parables, metaphors of the vine, the vineyard, of course, are very accessible, very tangible for a society that is working the land. En zoals al eerder door Rabbi Chaim werd gezegd, deze metaforen die worden gebruikt voor de wijn, voor de wijngaard, voor de vruchten, zijn heel herkenbaar in een samenleving die natuurlijk geënt is en gebouwd is, die leeft van de landbouw. But I don't think that's enough of an answer. Maar hij denkt niet dat dit alleen het enige antwoord is. First of all, of course, it's not enough of an answer for those of us who are not farmers working the land. Dit antwoord kan eigenlijk niet zo heel bevredigend zijn alleen omdat niet iedereen van ons heden te dagen boeren zijn. Dus misschien zit er nog een ander liggende uitleg aan. But the truth is, I don't think it's enough of an answer, even besides that. Maar eerlijk gezegd is dit niet alleen daarom een gemakshalve een uitleg. En denkt hij dat er nog een andere uitleg mogelijk is? These involve metaphors, parables, descriptions of the vine seem to particularly focus upon the grapevine, more so than any number of other alternatives that also come from the land as a focus. En wat al heel specifiek is en wat dan heel erg uitspringt en waar nu even de focus op komt te liggen, is dat er altijd was gesproken over een wijngaard, altijd weer. En natuurlijk zijn er ook meerdere vruchten die van het land afkomen, opbrengsten. Dus maar waarom dan juist de wijngaard specifiek genoemd wordt? Waarom heeft God voor deze metafoor gekozen? Kun je eigenlijk afvragen. What's so special about the vine? Wat is er zo speciaal aan de wijn? And you know, on some plane of all these passages, ours in Isaiah chapter 5, I think gives us a very clear and obvious, deeper answer. En als we ook terugdenken aan Jesaja, hoe het begin van het hoofdstuk begint, kunnen we ook inderdaad wel zeggen, daar moet een diepliggende gedachte onder liggen, de betekenis van deze tekst en ook van de wijngaard op zich. Remember the woes. En gedenk dan vooral de opbrengst. That is, in particular, of course, woe number 2, as well as woe number 6, specifically and mentioned the vine and people abusing wine and strong intoxicating drink. En ik zei dus al even van specifiek als je kijkt naar de opbrengst, maar ook bedoelde ik daar inderdaad mee van als je kijkt naar de weeën, dus wat er uitkomt, en de weehen, de aanklachten, vooral de tweede en de zesde, zijn heel erg verbonden met de wijn en mensen die ze te buiten gaan aan feesten en sterk drank. I'll stress the point further, because again, as we noted, the first woe was about social injustice, followed by
the emphasis upon drunkenness. The last woe spoke of drunkenness and again spoke of social injustice. En het is opmerkelijk dat juist in de eerste wehen de aanklacht was gezet van eerst is dat dus de sociale onrechtvaardigheid die naar voren komt. De tweede gaat vervolgens over het bedrinken van sterke wijn. Als je dan kijkt naar het laatste stuk van dat hoofdstuk van de wehen, de aanklachten, begint juist de laatste, de zesde, met de sterke drank. Met het gevolg sociale onrechtvaardigheid. Already at this stage, although again, we still need to consider these passages in greater detail, one senses the message of the prophet. Maar waar we, daar gaan we straks ook nog even naar kijken in detail, zeg maar. Maar, we worden niet vergeten, de boodschap van de profeet. It's not just drinking that is the problem. It is that this drinking, perhaps, has an indication altogether of a lust for materialism, for physical comfort, is undermining society. En vooral het benadrukken van de profeet van het bedrinken, kun je dan ook bedenken eigenlijk dat het een begeerte is, dat het een lust is naar iets van het materialisme, van iets wat eronder ligt, waardoor je dus inderdaad niet kijkt naar andere mensen of naar nood, maar je was gedreven door die begeerte, naar die lust die daarin zit. So, the role of the vine isn't incidental and it's not merely technical. Dus de rol van de wijn is op zich natuurlijk niet verkeerd, maar het kan natuurlijk wel een verkeerde uitwerking hebben. I think we sense that it has a lot to do with the prophet's message generally. En dat heeft ook te maken met wat de profeet eigenlijk eerder heeft genoemd in het algemeen. Does that mean that the prophet is, as we say in English, a prohibitionist against any drinking of wine at all? En kun je dan je afvragen van, is dus de profeet iemand die dus inderdaad tegen het drinken is van alle wijn? Heel anders. If that were the case, then describing God as tending to Israel as his vine, as his vineyard, would be completely inappropriate. Maar dat zou eigenlijk natuurlijk niet kunnen kloppen, want hoe hij beschrijft hoe God voor zijn wijngaard zorgt van het begin van het hoofdstuk, dat staat daar lijnrecht tegenover. Dus het is niet zo dat hij een voorbeeld is van geheelonthouding, zeg maar. Dat is dus eigenlijk te ver gezocht. After all, if that were the case, God shouldn't have any vineyard at all, right? En dan zal het natuurlijk ook helemaal, zal Israël nooit vergeleken worden met een wijngaard als dat het geval zou zijn. It is rather, as we've seen, that God tends to his vineyard, Israel, and the vineyard goes off in the wrong direction. En kort gezegd kun je gewoon zeggen dat God Israël neerzet als een wijngaard die hij lief heeft en die hij verzorgt. Maar Israël wijkt af en of de wijn gaat, ja, die komt niet tot zijn recht en heeft een andere bestemming. Hij komt op een ander doel uit dan God in gedachten had en gehoopt had. Remember the parable at the beginning of the chapter. That my beloved looked that it should bring forth grapes and it brought forth wild grapes instead. Even terug naar Jesaja hoofdstuk 5, eerste vers. Daar wordt dan ook beschreven dat de Heere God heel nadrukkelijk hoopte op de opbrengst van goede druiven en niet wilde druiven. So obviously, if there had been a plan for it to produce good grapes, then there is such a thing as good grapes. En de Heere God heeft dus zo met wijngaard omgegaan dat hij ook inderdaad gehoopt had op goede druiven. En die zijn er ook, want dat is natuurlijk een feit, maar hij vraagt wilde druiven voorwaarts. I think it's instructive for us to consider just how grapes, wine, the vineyard appear in the Bible.
En om dat goed te begrijpen, kunnen we best nog even kijken van hoe de wijn, de druiven, zich tot elkaar verhouden in de Bijbel. Now the truth is that of course, exhaustively discussing the subject of wine in the Bible would take us at least days, if not longer. We don't have that much time. Als we alleen het onderwerp wijn zouden bespreken, wat in de Bijbel genoemd wordt, dan zouden we daar al dagen aan kwijt zijn en tijd hebben we niet. Let's begin, at the very least, with the first three passages in the Bible that mention wine and the vineyard. Maar laten we nou, omdat het nu wel kan voor de tijd, naar de eerste hoofdstuk kijken waar een wijn gaat en waar over wijn wordt gesproken, maar dat wordt genoemd. The first is Genesis chapter 9, verse 20. Het eerste hoofdstuk waar de wijn voorkomt is Genesis 9, vers 20. And Noah, the husbandman, farmer, began and planted a vineyard. Vers 20 lezen we, en Noach werd een landman en plantte een wijngaard. En in vers 21, he drank of the wine and was drunken and he was uncovered. Vers 21, toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. Now exactly what happened in the tent is a longer discussion, one in which we won't engage right now. En wat er allemaal is gebeurd in de tent, dat is ook weer een apart hoofdstuk waar we vandaag niet verder op in zullen gaan. Whatever happens, however, is certainly not positive at all. Maar zoals in ieder geval weet, is wat er is gebeurd, is niet positief, helemaal niet. It is Noah's disgrace, and it also leads to the cursing of Canaan. Het is beschamend gedrag en het leidt ook tot het vervloeken van een van zijn zonen. This is sadly the end of Noach's career as he appears in the Bible. En ook bedroevend genoeg is dit het einde van Noach's loopbaan in de Bijbel. Let's move on to the second place that wine appears in the Bible. We gaan verder met de tweede gedeelte waar wijn of een wijngaard wordt genoemd in de Bijbel. This is in Genesis chapter 14, verse 18. En dit is in Genesis 14, vers 18. After Abraham returns from battle, we read Melchizedek, the king of Salem, which is of course the original name of Jerusalem. Brought forth bread and wine, and he was a priest of God the Most High. Daar lezen we, en Melchizedek, de koning van Salem, zoals we weten is dat een voornaam voor Jeruzalem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God de Allerhoogste. And the bread and the wine serve as the means through which there is a blessing. And he blessed him and said, that is, Melchizedek blessed Abraham and said, blessed be Abram of God, most high, maker of heaven and earth. En deze combinatie van wijn, brood en wijn zorgt voor een zegen juist. En dat lezen we in vers 19. En hij zegende hem, dus Melchizedek, en zeide, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Vers 20. En geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. So again here, the bread and the wine are the means for blessing. En hier zie je dus het brood en de wijn die een zegen tot opbrengst hebben. Returning, however, to the other side, in the third time that wine appears, is Genesis chapter 19. We gaan nu kijken naar de derde keer waarin wijn wordt genoemd in de Bijbel, Genesis 19. We read here of the scheme
of Lot's daughters to have relations with their father in order to bear children. En daarin in dit hoofdstuk staat beschreven hoe de dochters van Lot de vader te drinken geven, wijn dan, en wat er daarna gebeurt. In verse 32, go, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve the seed of our father. Vers 32, kom, laten wij onze vader wijn te drinken geven en bij hem neerliggen, opdat wij door onze vader aan nakroost het leven geven. And this they did, verse 33, they made their father drink wine that night, and the firstborn came in and lay with her father, and he knew not when she lay down nor when she arose. Vers 33, toen gaven zij in die nacht haar vader wijn te drinken, en de eerstgeborene ging naar binnen en legde zich bij haar vader neder, zonder dat hij er iets van merkte, toen zij zich nederlegde of toen zij opstond. Then the same thing, of course, happened the following night with the younger girl. En zoals we weten en verder kunnen lezen, gebeurde hetzelfde met de tweede dochter. Now, to be fair, I should say, well, this story is a little bit ambiguous. En we kunnen zeggen dat deze, dit is natuurlijk een heel opmerkelijk verhaal, als hier wordt besproken. That is, on the one hand, we regard Lot's daughters as having done what they did because they believed there were no other people left in the world and they were doing it in order to preserve humanity. En aan de ene kant kun je ook zeggen, we hebben het eerder behandeld, Lot's dochters waren natuurlijk overtuigd dat zij de enigste overlevenden waren na de ramp die was gebeurd. En zij hebben dit echt gedaan ook om inderdaad nakroost te kunnen krijgen, dus voor de voortzetting van het menselijk ras. So we do regard them as having had good intentions. Dus de intentie daarachter was zeker niet verkeerd, maar juist goed. We discussed this some time ago in the series on the Torah, Genesis chapter 19, with respect to one of the descendants of the older daughter, Ruth, the Moabite, who ultimately is the mother of the Messiah. We hebben dit inderdaad in eerdere sessies besproken. En juist ook hebben we daar ook de link in gelegd met Ruth, die van Moabitische afkomst was. En zij is de vader, of de voormoeder, zeg maar, van de Messias. But of course, on the other hand, while Lot's daughters had good intentions, Lot didn't. Maar zoals de dochters van Lot de goede intenties hadden, Lot had dat zeker niet. In fact, he didn't have any intentions at all, of course. In feite kun je van hem zeggen inderdaad dat hij helemaal geen intenties had. Scripture stresses, and he knew not. He didn't know what was going on. En de schrift is hier ook weer heel duidelijk over. Vers 33 zie ik dat ook even heel snel staan, zonder dat hij er iets van merkte. Dus Lot's intenties waren inderdaad niet nieuw. Which of course is, after all, a consequence of drinking to excess. One doesn't know what is going on. En dat is natuurlijk het gevolg door heel veel wijn te drinken, dat je gewoon helemaal niet meer weet wat er om je heen gebeurt. Indeed, returning for a moment to Isaiah chapter 5 and that second woe that is about those who pursue strong intoxicating drinks and tarry late into the night until wine inflames them. Snel kijken naar Jesaja 5 vers 11, de tweede wee hen, de aanklacht. Wee hen die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken, die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit. These people are described in verse 12 as not regarding the work of God, nor considering the operation of his hand. En hierin wordt ook in vers 12 uitgelegd, zij zijn dan aan het feesten, en er worden fluiten en tamboerijnen genoemd, maar op het doen des Heren letten zij niet, en het werk zijner handen zien zij niet. Therefore, in verse 13,
my people are gone into exile for want of knowledge. They don't know. Just like Lot. En dan vers 13. Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip. Zijn edelen worden hongerlijders en zijn menigte versmacht en dorst. Zij hebben dus geen kennis en ze weten niet wat er gebeurt. Net zoals Lot op dat moment met zijn dochters. So wine does not seem to be very conducive to wisdom, to knowledge, to the intellect. Dus wijn en wijsheid, kennis, die staan eigenlijk toch wel op gespannen goed met elkaar. But that doesn't mean it's necessarily bad. En toch, wijn niet verkeerd is. Remember that Melchizedek used wine as the basis, the prelude to the blessing. Herinner inderdaad dat Melchizedek juist wijn en brood nam om een zegen te geven aan Abraham. We'll also note that in Judges chapter 9, when Jotham presents his parable of the trees of the forest. En we gaan nog even kijken naar Richter in hoofdstuk 9. In verse 12, the trees say unto the vine, go you and reign over us. Richter 9 vers 12, toen zijn de bomen tot de wijnstok, welaan, wees gij koning over ons. En de respons van de vine in vers 13 is, should I leave my wine, which shears God and man, to go to hold sway over the trees? Vers 13, maar de wijnstok zeide tot hen, zou ik mijn mors prijsgeven die God en mensen vrolijk maakt om te gaan zweven boven de bomen? So wine brings cheer. Dus wijn brengt op vrolijkheid. Cheer, interestingly, to both God and man. En hier heel opmerkelijk wat dat gezegd, vrolijkheid aan God en mensen. Yeah, obviously you don't mean that God has any literal emotions, much less, God forbid, to imagine that God drinks wine. En dat is opmerkelijk hoe het hier wordt gebracht natuurlijk, want ja, God en emoties is een beetje moeilijk te bevatten soms, maar helemaal natuurlijk dat God wijn drinkt. So what do we mean by cheering God? Dus wat moeten we daarbij ons voorstellen? Iets dat de wijn God vrolijk maakt. So I cited these verses from Exodus chapter 29, but I could have cited any number of additional verses as well. That is, part of the sacrificial service is wine as a drink offering, a libation upon the holy altar. En we kunnen dat nog even vergelijken ook met waarin wijn ook was genoemd als een offer, zeg maar, een drinkoffer in de tempel. It is a way we show our devotion to God. Het drinken van wijn kan dus inderdaad met de intentie die je dan hebt ook een emotie naar God laten zien en een offer zijn aan God zijn om hem juist te eren. Maybe we could say devotion that should not merely be a reflection of the intellect. En een toewijding aan God hoeft geen weerspiegeling te zijn van het intellect. And indeed, in that vein, we consider likewise Psalm 104. We gaan even kijken naar Psalm 104. Verse 15. Here again, stressing the non-intellectual aspect of one. And wine that makes glad the heart of man, making the face brighter than oil. Psalm 104 vers 15, en wijn die het hart des mensen verheugt, het aangezicht doende glanzen van olie. So wine, indeed, makes us happy.
Dus wijn inderdaad maakt ons vrolijk. En in Ecclesiastes, chapter 9, verse 7, we read also about wine. Go your way. En ook in Klaagliederen komt dit naar voren, hoofdstuk 9. Go your way, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart. For God has already accepted your works. En gij drinkt dan wijn met een vrolijk hart, want God heeft al heeft het werk geaccepteerd. So for the sincere servant of God, wine, on the contrary, can be an expression of our devotion to God. And the happiness that it engenders is part of our serving God as well. Om even verontschuldigen, dat stond niet in Klaagliederen, maar ook Prediker was dat inderdaad. Maar het wordt wel genoemd in het concept van toewijding aan God. En dat juist het drinken van wijn dan ook toewijding, wat God vrolijk maakt, maar ook wat de mens vrolijk maakt, een vrolijk hart geeft. At least it can that way. It should be that way. Of, je kan het ook zo zeggen, het heeft met die intentie juist te maken. Als het zo zal zijn, is het goed voor God en mensen. Dat is de beste intentie. Als het zo wordt gedaan en zo wordt beleefd, in die volgorde ook, en ook met die grens daarop. Obviously that presumes using wine properly. Dus je moet wijn met verstand gebruiken. So, the Bible does not advocate abstaining from wine. Dus de Bijbel laat ook zien dat het helemaal niet verkeerd is om wijn te drinken. But it does warn of the dire consequences of excessively focusing upon the wine. Maar het gaat juist inderdaad, het waarschuwt wel zeker tegen de invloed die wijn kan hebben als je daar veel te veel van drinkt. En waar het naartoe kan leiden. In Habakkuk chapter 2, verse 5. Yea, moreover, wine is a treacherous dealer. The holy man abides not, he who enlarges his desire as the netherworld, and is as death, and cannot be satisfied, but gathers unto him all nations and heaps unto him all peoples. En we gaan kijken naar Habakkuk 2, vers 5. Voorzeker de bedrieglijke trotsheid is een snoevend mens, nog zonder bestand, die zijn mel opensperrt als het dodenrijk en onverstaanbaar is als het dood, zodat hij alle volken tot zich bijeenzamelt en alle naties tot zich bijeendrangt. Dit is alleen een andere vertaling. En hier zie je dus trots uitstaan, maar in de vertaling die op het scherm staat, staat dus wijn, inderdaad, degene die drinkt. That's our chapter. In verse 14, also, again, in the woe about wine, we see almost the same expression. Therefore, the netherworld has enlarged her desire and opened her mouth without measure, and down goes their splendor and their tumult and their uproar, and he that rejoices among them with that excessive obsession with wine. En hier zie je dan ook weer het gevolg beschreven. En met een gevolg van wee hen. Met een gevolg van inderdaad van het wijn drinken. Wat dat tot gevolg heeft voor de aarde en voor de bewoners die daarop leven. And indeed the warnings about wine recur frequently in Proverbs. En waar de wijn ook een heel erg belangrijk onderwerp is, is in Spreuken, waar het regelmatig in terugkeert. In Proverbs chapter 20, verse 1, wine is a mocker, strong drink is riotous, and whosoever reels thereby is not wise. You lose your knowledge, you lose your intellect. Als we gaan kijken even snel naar Spreuken 20, vers 1, de wijn is een spotter, de drank is een luidruchtige. Ieder die zich daarin overgeeft is onwijs. In chapter 21, verse 17,
he who loves wine and oil shall not be rich, because he won't be able to plan appropriately, even on the most basic level of success in this world. Spreuken 21 vers 17 komt er ook weer terug. Wie van vermaak houdt zal gebrek lijden. Wie olie en wijn lief heeft, wordt niet rijk. Dus ook in het hele basic leven, zeg maar. Ja, als je ze te goed doet aan wijn, dan word je niet rijk. Dan jaag je juist je vermogen door. This is a recurring theme. Proverbs chapter 23 and chapter 31 as well. We don't have time to discuss all of the examples. En ook in Spreuken 23 en 31 komt dat hoofdstuk weer terug, of wordt het onderwerp weer benoemd van het bedrinken van wijn. I think it's particularly striking for us to consider the extent to which there are circumstances in which indeed wine becomes prohibited. Maar er is ook een onderwerp, dat gaan we nu naar kijken, maar juist wijn wordt besproken waar het goed is om wijn te drinken. Als een geneesmiddel, zeg maar. In Numbers chapter 6, we read of a man or woman who utters a vow of becoming a Nazarite. Numeri 6, vers 2, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer iemand man of vrouw een bijzondere gelofte wil afleggen, de Nazarene gelofte. And while there are a number of rules that apply to the Nazarite, the first that is stated in verse 3 is that he shall abstain from wine and strong drink. He shall drink no vinegar of wine or vinegar of strong drink. Neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat fresh grapes or dry. Completely abstaining from the vine. Ik had het even verkeerd vertaald, want ik dacht aan een medicijn. Maar hier wordt juist inderdaad in de wet op de Nazarenerschap juist natuurlijk gesproken over totaal ontvouwing van alle wijn en wijnproducten. In verse 4, all the days of his Nazariteship shall he eat nothing that is made of the grape or wine vine, from the pressed grapes even to the grape stalk. Vers 4, al de tijd van zijn Nazarenerschap zal hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten af tot aan de toppen der ranken toe. Except, of course, that the vow of becoming a Nazarite is temporary. Maar het is natuurlijk wel zo, het zijn van een Nazareër was een tijdelijke gelofte. And the Bible emphasizes in verse 20 that after the appropriate ceremony, the offerings that are brought at the end of the period of being a Nazarite, then the Nazarite may drink wine. Dat zien we dan ook in vers 20 staan aan het einde van de tijd dat hij Nazarener is. Dan zal er een offer worden gevraagd en dan zal hij ook weer wijn drinken, mogen drinken. So again, there is this idea of taking upon oneself a vow of becoming a Nazarite. Dus hier zit natuurlijk een belofte achter, een bepaalde gedachten gaan ook achter om te kiezen voor het Nazarenerschap. But I must admit that in our tradition, whether it's a positive thing to do or not, is very much a subject of debate. En juist in de traditie van het Jodendom is het best wel een discussie van is het nu een positieve keuze of is het toch best wel een zwaardere keuze om te kiezen voor het Nazarenerschap voor een bepaalde tijd. Undoubtedly, it is an attempt to sanctify oneself. Natuurlijk staat de keuze, en dat is positief, om zichzelf te heiligen voor de Heer God. En dat is natuurlijk positief, het Nazarenerschap. But it's also cutting us off from part of the enjoyment of the world that God gave us. Maar aan de andere kant snijdt het ons ook tijdelijk, of diegene die daarvoor kiest, af van vreugde en wat juist God ook heeft gegeven aan de mensheid. We consider another example in which drinking wine is strictly forbidden. We gaan nog even kijken naar een ander voorbeeld waar ook het drinken van wijn uitdrukkelijk wordt verboden. That is expressed in Leviticus chapter 10 in
verse 9 with respect to priests. En dat wordt beschreven in Leviticus hoofdstuk 10, vers 9. Daar gaat het over het verbod van bedwelmende drank voor de dienst toe des priesters. In verse 9, drink no wine nor strong drink, you, referring to Aaron, nor your sons with you, when you come into the tent of meeting, that you die not. It shall be a statute forever throughout your generation. Vers 9, wijn of bedwelmende drank zult gij niet drinken. En dat zegt hij dan tegen Aaron, gij, nog uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnengaat, omdat gij niet sterft. Het is een altoosdurende instelling voor uw geslacht dan. It is categorically forbidden for priests to serve in the holy temple when in a state of intoxication. Dus voor priesters was het uitdrukkelijk verboden om enige wijn te drinken, of iets maar te drinken inderdaad, voor zij dienst konden doen. Of course, that doesn't mean they are forbidden ever to drink wine. So they are forbidden to serve in the temple after they have drunk wine, until it is completely passed out of their system. Dus hier wordt ook weer nadrukkelijk wel gezegd dat het natuurlijk alleen voor de samenkomsten ging en voor juist voor hun dienst doen in de tempel, maar het is geen algemeen verbod tegen het drinken van wijn. And furthermore, there is a specific reason given in verses 10 and 11. En er wordt ook een reden aangegeven in vers 10 en 11. That you may put difference between the holy and the common, and between the defiled and the pure, and that you may teach the people of Israel all the statutes that God had spoken unto them by the hand of Moses. En daarin lezen wij, opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein, en opdat gij de Israëlieten kunt onderwijzen in al de inzettingen die de Heere door de dienst van Moses tot hen gesproken heeft. Indeed, these last two verses are the basis in our tradition of a prohibition likewise on one who is called upon to decide questions pertaining to laws of the Torah to be in a state of intoxication, because you need to be able to distinguish between the holy and the common, and between the defiled and the pure. En juist het laatste gedeelte duidt erop wat de reden daarvoor is. De priesters en de levieten, de priesters hadden ook de opdracht om het volk te onderwijzen in de onderwijzing van de Heere God, zoals Mozes had doorgekregen. Tussen alles wat goed is en wat niet goed is, wat heilig is en wat niet heilig is. En daar moet je een helder verstand voor hebben en kun je niet onder een bedwelmende toestand doen. Je moet helder kunnen denken. En of course we readily appreciate it. What is at issue here is that effect of wine to blunt our intellects. We don't see things as clearly in terms of knowledge, wisdom, the intellect. Dus hier wordt dus heel duidelijk ook al weergegeven dat juist wijn ook een consequentie heeft op ons verstand, op ons intellect, om na te denken, om het allemaal duidelijk en helder te zien. So under such circumstances, drinking wine is forbidden. Dus om dit allemaal te voorkomen is gewoon wijn verboden. But not under all circumstances. Maar niet onder alle omstandigheden. Juist, dit is natuurlijk voor de dienst die zij doen. Indeed, in the first book of Kings, in chapter 5, verse 5, we read as part of the description of a blessing in the time of King Solomon, and Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree. Als we kijken naar 1 Koningen 5, vers 5, dan zien we dan staan en zie. Ik denk voor de naam van de Heere mijn God een huis te bouwen, zoals de Heere mijn vader David toegezegd heeft. Uw zoon die ik in uw plaats op uw troon zal zetten, ik zal het huis voor mijn naam bouwen. Dat is een indictment. That's the way it should be. Stefan, maybe a wrong verse. Sorry? 1 Kings, verse 5, huh?
chapter 5, verse 5. Okay, fine. That is, you may have a different count. Yeah, I have a different translation. But again, that every man is under his vine and under his fig tree. Ja, ik zal het even vertalen vanuit het scherm zelf. 1 Koningen hoofdstuk 5, vers 5. Maar Juda en Israël zal veilig wonen, elke man onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen boom. And again, this is not an indictment. This is part of the blessing. En dit is inderdaad natuurlijk niet een aanwijzing. Dit is natuurlijk echt een uitkomst van een zegen. As long as the balance in devotion to God is maintained. Alleen inderdaad wel als die intentie er is om toegewijd aan God te leven. And when it isn't. En wanneer dat niet zo is. That's exactly what we read in our chapter. En dat zien we dus inderdaad. Dan komt de uitkomst naar voren. Zoals we dat hebben gelezen in Jesaja 5. In other words, again. The people who are pursuing wine and strong drink. And have lost sight of the work of God. Want daar wordt heel duidelijk beschreven dat de mensen zich te buiten gingen aan de wijn. En zij hebben helemaal geen kennis meer van God en zien zijn werken nog helemaal niet. And likewise, further on in Isaiah chapter 22, verse 13. En dat zien we ook terugkomen in Jesaja 22, vers 13. We read of the expression that one hears often in Western society, I suspect without people realizing what its source is. Behold joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Vers 13 van hoofdstuk 22 van Jesaja. Maar zie, daar is vrolijkheid en vreugde. Een doden van runderen en een slachten van schapen. Een eten van vlees en een drinken van wijn. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. That attitude that nothing matters, nothing is important. En dat is that's met an attitude that comes from the wine. En dat is inderdaad met een attitude van, wat maakt het ook allemaal uit? Laten we gewoon doen waar we zin in hebben. En die wordt veroorzaakt door de wijn. It doesn't need to, it shouldn't. But when wine becomes not means to attain the proper attitude of devotion to God, but an end in itself, this is what happens. Dus als wijn niet wordt gebruikt in een toewijding aan God, als een offer aan Hem, met een hele andere gesteldheid van het hart, zeg maar, dan is dit de uitkomst van een ander wijn drinken. Ja, en dan heb je dan ook een heel ander resultaat. Wat eigenlijk kun je spreken van goddeloosheid. And God says in response, surely this iniquity will not be expiated by you till you die. This is unpardonable. Vers 14, en dan antwoordt ook de Heere God met, maar de Heere der Israëlen heeft zich voor mijn ogen geopenbaard. Voorwaar, voor deze ongerechtigheden zal ik geen verzoening geschieden, totdat gij sterft, zegt de Heere der Israëlen. When that happens, instead of everyone dwelling beneath his vine and fig tree, we read in Hosea chapter 2, verse 14, I will lay waste her vines and her fig trees. We kijken nou nog even naar wat Hosea daarover heeft gezegd in hoofdstuk 2. Vers 14. Ik zal haar al door wijngaarden geven en het dal van Agor maken tot een deur van hoop. Daar worden ook weer wijngaarden genoemd. En undoubtedly, connected to the same underlying problem. In Hosea chapter 4, verse 6, my people are destroyed.
for lack of knowledge, because you have rejected knowledge, I will also reject you. Hosea 4, vers 6. Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis, omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Almost in exactly the same words as Isaiah's in our chapter, in verse 13. My people are gone into exile for want of knowledge. En juist dat zie je ook terugkomen in vers 13. Mijn volk wordt bedreven en verloren. Juist ook weer inderdaad dat zij geen kennis hebben van God. And this theme of the punishment being expressed with the same metaphor, the same parable of wine. We see, likewise, in Jeremiah, where the prophet says in chapter 8, verse 13, I will utterly consume them. There are no grapes on the vine, nor figs on the fig tree. You're no longer going to be dwelling beneath the vines and fig trees, because you are no longer worthy. En ook in Jeremia 8 komt dat naar voren. Maar God heel nadrukkelijk zegt, juist omdat je geen kennis hebt, omdat je te buiten gaat aan wijn, zul je het ook niet meer drinken. Zal er ook geen opbrengst meer zijn van het land, zeg maar. Likewise, this indictment of drunkenness. With the same expression, woe. Woe the crown of pride of the drunkards of Ephraim. In Isaiah chapter 28 as well. Ook komt het weer terug in Jesaja 28 vers 1. Wede tot de kroon van Ephraim, beschonkenen, de afvallige bloem. Dus weer Ephraim die zich heeft beschonken aan wijn. Finally, returning to one additional theme that we also saw in that second woe in verse 15. And man is bowed down, and man is humbled, and the eyes of the lofty are humbled. En dit komen we dus ook weer tegen in Jesaja 5, vers 15. Dan wordt een mens verlaagd, en een man wordt vernederd. Ook worden de ogen der hoogmoedigen vernederd. We've seen this theme before. Remember Isaiah chapter 2. Maar we hebben dit thema eerder eens aangesneden. Misschien kun je dat nog herinneren in Jesaja hoofdstuk 2. In verse 9, a man bows down, a man lowers himself, humble, and you cannot bear with him, cannot forgive them what they have done. Jesaja 2 vers 9, zo verlagen zich de mensen en vernederden de mannen zich, vergeef het hen niet. In verse 11, the lofty looks of man shall be brought low, shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down. And God alone will be exalted in that day. Vers 11, de verwaten ogen der mensen wordt vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen. En de Heere alleen is ten dien dagen verheven. And perhaps, on that note, with the realization that there is, of course, much more to discuss in this chapter, that we can accommodate, we can also appreciate the connection, as we noted it at the beginning, between issues of social justice and the obsession with wine and material comfort. En we kunnen dit hele hoofdstuk staat dus heel vol met heel veel kennis, maar juist het is heel opmerkelijk dat die sociale ongerechtigheid naar voren komt met het drinken van heel veel wijn. Through the wine, in the sixth woe, people become mighty to drink wine, men of strength to mingle strong drink. Juist, en ook in die zesde, wehen, die aanklacht voor die mensen, wordt weer genoemd dat de mensen zich te buiten zijn gegaan aan sterke drank, aan wijn. They consider themselves heroes, but they're nothing more than drunkards. Zij denken op zichzelf dat zij helden zijn, maar ze zijn het bij lange na niet. When one's judgment becomes clouded, when wine takes over, takes the place
of knowledge. Then indeed they justify the wicked for a reward and take away the righteousness of the righteous from them. Want inderdaad, als je te buiten gaat aan wijn, sterke drank en vooral dus de wijn, dan gaat je verstand, kan niet meer helder zijn. En zul je ook geen oog hebben voor rechtvaardigheid, voor de mensen om je heen, voor de zwakkeren in de samenleving. That undoubtedly also informs their attitude of mocking the words of the prophets, of ignoring the words of rebuke. But again, most of all, the breakdown of society that results. Dus het gevolg is natuurlijk dat zij hoogmoedig zijn, een hoogmoedig hart door de wijn, de woorden van de profeet niet te harte nemen, helemaal niet, ze reageren daar niet op, zijn wijs in eigen ogen, maar vooral ook daarna en niet naar de wijze woorden die de God geeft door de profeet. Ja, en het gevolg daarvan is dus inderdaad dat een samenleving onrechtvaardig wordt voor de zwakkeren en voor de eenzamen die daarin leven. We need to restore the proper balance. Dus we moeten terug naar een balans. That's when we stop calling evil good and good evil. That's when we stop being wise in our own eyes. En dat staat vooral eerder beschreven wanneer mensen het recht gaan verdraaien, wanneer goed slecht wordt gepraat en slecht goed. Wanneer mensen wijs zijn in eigen ogen, dan komt het niet goed. When that happens, then instead of concluding with the words of devastating punishment, we can appreciate the words of Prophet Joel, chapter 2. In verse 22, he speaks of the fig tree and the vine, again yielding their strength. En ook de profeet Joel heeft hierover geschreven, wat er dan de uitkomst is als mensen zich zo gaan gedragen. In hoofdstuk 2, vers 22. En in vers 27 staat het. De uitkomst inderdaad wordt dan wel beschreven. En dan zal ik vers 27 even voorlezen. Dan zult gij weten dat ik in het midden ben van Israël ben. En dan zal ik de Heere uw God ben. En niemand anders. Mijn hoofd zal nimmer meer te schande worden. En in vers 27. Once everything is restored to its proper place, you know, God says, that I am Israel. That I am God your Lord. And that it is. Dus het uitkomst is uiteindelijk nogmaals in vers 27. Gij zult weten dat ik de Heer ben, uw God en niemand anders. Mijn volk zal nimmer meer te schande worden. When that happens in the promise of Amos in chapter 9, verse 14, they shall plant vineyards and drink the wine thereof. En dat wordt ook weer naar voren gebracht, wat daar weer het gevolg van zijn. Als zij inderdaad wetenschap hebben van God is onze God en Hij alleen, dan zullen ze ook weer wijngaarden aanleggen. And of course we should stress, this is not only for Israel. En natuurlijk kunnen we ook opmerken dat dit natuurlijk niet alleen geldt voor Israël. Because in Micha, chapter 4... When all people stream to the house of God, and all peoples realize that out of Zion will go forth Torah, God's teaching, and the word of God from Jerusalem. When everyone realizes that, and they beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks, nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore, then, in verse 4, they shall sit every man under his vine and under his fig tree. None shall make them afraid. En dat wordt eigenlijk heel mooi uitgelegd in Micha 4, het vierde hoofdstuk, waar het gaat over dat iedereen zal optrekken naar het huis
van de Heere God in Jeruzalem. Dat gaat dan over de natiën, inderdaad, het komende vrederijk. Dat alle maties zullen optrekken om onderwezen te worden in Gods wegen. Vers 4 lees ik dan even voor. Maar zij zullen zitten en ieder onder zijn eigen wijnstok en ieder onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt. This is God's promise. This is God's blessing. Dit is Gods belofte en dit is ook Gods zegen. We just have to make ourselves worthy. En wij moeten, hebben de opdracht om onszelf waardig te maken om dit te kunnen ontvangen. Dat was het. God zegen jullie.